De particuliere lijnbushoudersorganisatie, de PLO, blijft vooralsnog in actie. De bushouders zijn vanmorgen naar het kantoor van de PLO aan de Van het Hogeruisstraat geweest en gaven de voorzitter aan dat ze niet zullen rijden totdat er een tariefswijziging komt. Volgens de bushouders is het dweilen met de kraan open als ze het achterstallige krijgen en toch nog moeten rijden met het oude tarief. PLO-voorzitter John Mahadeo Singh zegt tegenover onze nieuwsdienst dat er vanuit de bussector veel druk wordt uitgeoefend op het bestuur. Maar wij hebben van ons zijde ons werk al gedaan. Het enige wat wij nog moeten doen is het cijferwerk om te komen tot een tarief. Er is gisteravond heel hard gewerkt door de deskundigen vanuit de ministerie en ook van de PLO. En u weet, er zijn zeker 600-700 items die verwerkt moeten worden in zo'n calculatie. Je kan niet 1, 2, 3 een calculatie produceren. En dat heb ik de heren ook gezegd. Geef ons de ruimte om te onderhandelen. De heren hebben geëist dat ze een tariefaanpassing willen hebben. Wat er ook gebeurt, willen ze een tariefaanpassing hebben. Ik kan me voorstellen dat ze een tariefaanpassing willen hebben, omdat ze daar niet uitkomen. U bent niet in een vreemde land. U ziet elke dag, om de ene dag stijgt de benzineprijs. Dat kunnen we niet meer monitoren. We kunnen dat niet meer doen. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat de regering weet dat ze een actuele prijsindicatie moet delen met de samenleving en niet alleen met de PLO en het Nationaal Vervoersbedrijf. De bewindsman geeft aan dat ze de lijst hebben ontvangen vanuit de PLO en dat die dan gecontroleerd zal worden om te implementeren. Aan de andere kant, niet alleen de benzineprijzen zijn gestegen. Onderdelen zoals banden, noem maar op, van bussen, die zijn ook along the way gaan stijgen. En daarvoor of daarover moeten we ook dus gaan praten. En die lijst is ook al vanuit PLO aangeleverd bij TCT. Deze week controleren we, doen we een crosscheck op de prijzen, want we kunnen niet alleen afgaan van oké, nu kost een band 6000 SRD. We moeten ook weten, controleren of dat überhaupt correct is. En dan komen de prijzen komen in het model, rolt er een tarief uit. En dan gaan we aan tafel zitten om te kijken van hey, hoe verder. Maar het moet ook aan de Raad van Ministers voorgelegd worden. Aangezien openbaar vervoer verantwoordelijkheid is van de regering. Toch dat we de samenleving goed opvangen. Minister Jubitana kan niet met zekerheid zeggen wanneer de bushouders de achterstallige gelden zullen ontvangen, omdat zijn ministerie nu afhankelijk is van het ministerie van Financiën en Planning. De bewindsman roept de PLO wederom op om de acties te beëindigen en de verdere instructies omtrent de overmaking af te wachten.